Hoi, super leuk dat jullie kijken naar deze video op mijn kanaal. In deze video verwijderde ik mijn social media voor een dagje om productiever te zijn. Ik had namelijk een hele drukke dag en hoe dat allemaal is verlopen gaan jullie zien in deze video. Dus ik hoop dat ik jullie een beetje motivatie kan geven en veel plezier met kijken. Goedemorgen. Normaal gesproken zou ik er echt wel een half uurtje over doen. Al deze berichten te checken. Maar vandaag niet. Vandaag had ik dus besloten om mijn social media voor een dagje te verwijderen. Omdat ik altijd zo afgeleid word door apps zoals Insta en Snapchat. Ik verspil hier echt uren aan per dag. En als ik dan een drukke dag heb gepland, dan heb ik eigenlijk geen tijd voor die onbelangrijke berichtjes. En vind ik het zonde om daar zoveel tijd aan kwijt te zijn. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik het best wel lastig vind om nu niet allemaal berichtjes te checken. Want ik ben het gewoon zo gewend om dat altijd te doen. Om gewoon even te checken wat ik allemaal heb gemist in de nacht. En het is gewoon best wel gek dat ik dat nu niet kan doen. Maar goed, ergens is het ook wel weer fijn dat ik nu niet eerst nog een half uur op mijn telefoon ga zitten. Maar ik ga er nu gewoon lekker gelijk uit. Zodat ik gelijk kan beginnen met alles wat ik moet doen vandaag. Ik mag wel gewoon Spotify gebruiken, want dat vind ik echt in social media en ik kan echt niet zonder Spotify. Ik ben vandaag expres zo vroeg opgestaan, zodat ik heel de ochtend de tijd heb om mijn kledingkast op te ruimen. Want kijk, het is gewoon echt een chaos. En ik neem er nooit de tijd voor om het een keer echt uit te zoeken en om het op te ruimen. En elke ochtend als ik hier voor mijn kast sta om mijn kleding uit te zoeken, krijg ik er gewoon weer stress van. Dus vandaag ga ik het gewoon echt even fixen. Oké, mijn tactiek om mijn kleding uit te zoeken is om maar gewoon alles uit mijn kast te gooien. En dan per item te gaan bekijken of ik het nog wil houden of niet. Dus ik zet gewoon een muziekje aan en dan ga ik het dus uitzoeken. En bij elk item stel ik mezelf deze vragen. Als eerst, hoe vaak draag ik dit item eigenlijk? Dan zit het wel lekker en voel ik me wel er comfortabel in. En heb ik niet twee items die veel te veel op elkaar lijken? Nou, zo kan ik uiteindelijk dus uitkiezen welke items ik toch nog graag zelf wil houden en welke ik liever aan iemand anders doorverkoop. Oké, het is even tijd voor een kleine pauze. En ik heb echt al wat leuke items die ik ga verkopen op Vinted. En deze video is ook in samenwerking met Vinted, wat ik echt heel erg gaaf vind. Ik denk dat jullie allemaal Vinted wel kennen. Maar voor als je het nog niet kent, het is een app waarop je je eigen kleding kan verkopen en je andere mensen hun tweedehands kleding kan kopen. En wat ik zo fijn vind aan Vinted, is dat ik wat extra geld kan verdienen met de items die ik toch niet meer draag. Want ik heb nu best wel wat items in mijn kast liggen die voor mij eigenlijk te klein zijn, maar die nog wel heel leuk zijn. Dus dat is gewoon echt zonde dat het dan in mijn kast ligt, terwijl iemand anders daar heel blij mee zou kunnen zijn. En ik gebruik zelf Vinted om mijn kleding te verkopen, omdat het gewoon heel erg makkelijk is. Het is gewoon een app op je telefoon. Je maakt gewoon foto's van de items die je wil verkopen. Dan zet je het op je Vinted kledingkast en dan kunnen mensen het al kopen. Dus het is super makkelijk en je hoeft ook geen verkoopkosten te betalen. Dus alles wat je verdient op Vinted is allemaal voor jou. Dus dat is natuurlijk ook gewoon top. En als deze video online komt, dan heb ik heel mijn Vinted kledingkast al volstaan met allemaal leuke items die jullie kunnen gaan kopen. Dus ik zou zeggen, download zeker even de Vinted app en neem zeker een kijkje op mijn kledingkast. Ik zal het linkje van mijn kledingkast in de beschrijving zetten. Dus dan kan je misschien wel een van mijn items kopen. Dat lijkt me echt heel erg leuk. En ik weet zeker dat jij ook nog heel wat items in je kast hebt liggen die je eigenlijk niet meer draagt. En waarschijnlijk denk je nu, ja, maar misschien ga ik het ooit nog dragen. Want dat heb ik zelf ook altijd. Maar jongens, geloof me, die ooit gaat nooit meer komen. En het is gewoon zonde dat het item dan heel de tijd in je kast blijft liggen. Terwijl je het ook gewoon kan verkopen via Vinted. En met het geld wat je dan hebt verdiend, kan je wel items kopen die je wel echt gaat dragen. Dus ik zou zeggen, download gewoon de Vinted app, maak je kledingkast en ga ook gewoon je items verkopen. Nou, laat ik nu zelf ook maar snel weer verder gaan met mijn kledingkast. Oké, dat is allemaal kleding die ik ga houden en dat is wat ik ga verkopen.
Normaal gesproken doe ik er echt de hele dag over om mijn kledingkast uit te zoeken. Omdat ik dan steeds tussendoor word afgeleid door mijn telefoon. Maar omdat ik niet op social media mocht, ging alles veel sneller. Oké, mijn kast is dus helemaal klaar. En het is inmiddels ook alweer 10:30. Maar ik vind dat ik het nog best wel heel erg snel heb gedaan. En ik heb ook wel echt trek gekregen, want ik heb nog heel niet ontbeten. Maar dat komt omdat ik geen brood in huis heb. Dus ik ga nu snel naar de winkel om even snel brood te halen. Want ik moet natuurlijk mijn brood met Nutella eten. Oh nee, mijn schoenen! Ik was dit weekend naar een festival geweest. En daar was de grond van een soort van modder. Kijk hoe vies mijn schoenen gewoon zijn. Ik heb alleen maar van dit soort doekjes. Maar ik weet niet of het gaat lukken hiermee. Ze zijn wel heel vies. Op zich gaat het wel echt. Gelukkig. Heel. Ik moet sowieso echt nieuwe schoenen. Want deze heb ik echt al 5 jaar of zo. Maar ik weet gewoon niet welke schoen ik leuk vind. Dus als jij leuke schoenen weet, laat het weten in de comments. Ja, oké. Het is sowieso beter dan daarnet. Nog steeds niet helemaal schoon. Maar ja, we gaan het er maar weer doen. Jongens, je weet wat ze zeggen. Ga nooit boodschappen doen met honger. Want nu wil ik echt alles kopen. Kijk hoe erg dit matcht. Zo grappig. Maar oké. Ik heb gisteravond al een hele tijdsplanning gemaakt op Notion met alles wat ik vandaag wil doen. Want ik moet echt veel dingen doen vandaag, jongens. Want morgen ga ik weer naar Nederland toe. Ja, in de volgende video horen jullie daar alles over. Maar voordat ik kan gaan, moet ik nog wel een aantal dingen echt nog regelen. Dus ik heb het even met tijdsblokken ingepland, zodat ik zeker weet dat ik het allemaal ga halen. Ik was echt net 1 seconde bezig en toen klopte de schoonmaakster aan. Eén keer per week komt er dus een schoonmaakster mijn kamer schoonmaken. En ik vind het een beetje lullig om dan daar te blijven zitten terwijl zij aan het schoonmaken is. Dus ik ging naar beneden om mijn werk te doen. Oké, ik ga dus morgen naar Nederland toe en ik ben nu even een verrassing aan het regelen voor Noora. Noora is mijn beste vriendin en zij weet niet dat ik morgen naar Nederland kom. Dus ik ga voor haar een verrassing soort van regelen dat ik daar opeens ben. Dus ik heb een andere vriendin van mij geappt om te zeggen dat zij morgenavond met Noora naar een restaurant moet gaan. Dat ze gewoon moet zeggen van kom, we gaan gezellig vanavond naar een restaurant. En dat ik dan er opeens ben. Oh, ik ben zo benieuwd hoe ze gaat reageren. Ik denk dat het echt heel leuk wordt. Het is geregeld, jongens. Morgen om 6:00 is Noora bij hetzelfde restaurant als ik. En dan gaan we samen gezellig sushi eten, zonder dat zij het weet. Oh, dit wordt zo leuk. Daarna heb ik nog een uurtje mail- en werkdingetjes gedaan. En daarna was de schoonmaakster weer klaar en kon ik weer naar mijn kamer. Oké, het is nu tijd om mijn koffertje te gaan inpakken. Ik heb eigenlijk echt geen idee wat ik moet meenemen, want ik heb hier bijna alleen maar zomerkleding en volgens mij is het in Nederland echt min 20 graden. Kijk maar hoe koud het hier is, Jay. Kijk maar. Ik vind het wel leuk om mijn familie en mijn vrienden en Noora zo te zien, maar voor de kou echt geen zin in. Ik neem in ieder geval de kleding mee die ik ga verkopen op Vinted, want ik wil het gewoon via Nederland versturen, want dan komt het gewoon eerder aan bij jullie. Nou, mijn koffer is zo goed als klaar. De laatste dingetjes doe ik er morgenochtend nog wel in, maar ik ga nu onderweg naar school toe, want ik heb nog 1 lesje Spaans en die kan ik niet missen. Dus dat heb ik van 2:30 tot 4:30, dus daar gaan we weer. Daar zijn we weer! Nou, ik ben weer aangekomen hoor. In Spanje zijn de docenten super streng met dat je niet op je telefoon mag. Ik kan echt onmogelijk op social media in de les, want als ze een telefoon zien, dan worden ze echt heel erg boos. Dus die laat ik lekker in mijn tas.
Oké, het is nu 4:30 en ik ben uit. En ik zit nu te wachten op Miguel, want hij had een andere les. En we gaan even samen naar de stad, want ik moet even naar de Pull & Bear, want ik had wat kleding besteld. En dat wil ik graag meenemen naar Nederland, dus dat moet ik nu even ophalen bij de winkel. Dus dat gaan we doen. En ik zit hier echt super awkward, want ik kan natuurlijk niet op social media. Dus ik zit maar een beetje te wachten. Ook nog tegen de camera te praten, dus iedereen kijkt me aan. Maar oké. Voor YouTube-kijkers, wat vinden jullie van mijn haar? Nou, ik had dus even wat gegeten met Miguel, maar daarna had hij nog een andere les, dus hij ging niet mee naar de stad. Dus ik ging eventjes alleen. Nou, ik heb mijn pakketjes opgehaald. Kijk hoeveel, wat zijn er 3? Maar ik ga het nu meteen allemaal passen, want als ik het dan niet wil, dan laat ik het gelijk weer hier. Ik heb hier als eerst deze witte blazer. Ik heb deze in de maat M, want ze hadden hem alleen in de maat M. Maar ik weet niet of ik hem toch beter in de maat S had moeten hebben. Of dat het eigenlijk wel gewoon leuk staat. Trouwens, een fun fact. Pull & Bear is een Spaanse winkel. Dus alles is hier goedkoper dan in Nederland. Bijvoorbeeld deze blazer is hier 30 euro. En in Nederland 36 euro. Dus ik ben hier lekker met korting aan het shoppen. Ik heb nu die blazer in het dash aan. Want hiervan hebben ze wel een S. En van die witte hadden ze geen S. Maar ik vind een S wel veel beter staan. Dus ik ga die gewoon ruilen. En dan heb ik gewoon een beige, ook leuk. Dan heb ik nu deze zwarte teddyjas. En deze is zo lekker zacht. Kijk dit stofje, dat is toch heerlijk. En ik wilde heel graag zo'n zwarte teddyjas. En deze is maar 30 euro hier. Dus deze hou ik sowieso. Toen ging ik nog even een cadeautje kopen voor Noora. En daarna moest ik nog een half uurtje in de tram terugreizen. En dat was wel echt heel erg saai. Omdat ik niet op social media kon natuurlijk. Ik ben weer thuis. Het bloed heet. Deze is als echt te warm voor Spanje. Maar wel perfect om morgen mee te nemen naar Nederland. En ik ben ook echt blij met mijn mooie nieuwe blazertje. Dus die ga ik ook gelijk in mijn koffer doen. Ik ben nu echt best wel moe. Ik wil eigenlijk nu eventjes op mijn bed gaan liggen. En eventjes lekker een paar YouTube video's kijken of op Insta. Maar dat kan niet. Dus ik ga nu gelijk aan mijn schoolopdracht beginnen. Want dat moest ik eigenlijk ook echt nog doen voordat ik naar Nederland ga. Want ik moet dat zondag inleveren. Maar ik denk als ik in Nederland ben dat ik daar helemaal geen tijd meer voor heb. Dus ik ga er nu maar gewoon aan beginnen. Oké, ik moet eerlijk toegeven. Ik heb echt totaal geen zin om deze opdracht nu te maken. Want ik ben moe. Ik heb pijn in mijn rug. Maar ik weet gewoon dat als ik het wel doe, dat ik me echt veel beter voel. Dat ik gewoon rustig naar Nederland kan gaan. Maar ja, ik heb echt geen zin. Dus weet je wat ik ga doen? Eten. Dat helpt altijd. Ik ga gewoon lekker dit eten. Terwijl ik verder werk. Want eten motiveert mij in mijn leven. Dus ik ga lekker eventjes deze salade chappen. En dan kom ik er hopelijk wel doorheen. Oké, jongens. Ik zeg je eerlijk. Het heeft me echt geholpen dat ik die salade ging eten. Wij gaan een balletje draaien! Oké, we staan nu dus in het washoek. Want ik ga even een wasje draaien. Want er zitten hier wat dingen in die ik mee wil nemen naar Nederland. Dus ga ik nu nog even snel wassen. En lekker last minute weer. De was is klaar. Na 45 minuten in de droger, 30 minuten in de wasmachine, is het eindelijk klaar.
Het is inmiddels alweer zo laat. En hier zijn nog al mijn kleren. Ik ben echt helemaal versleten. Ik weet niet waarom ik dit nu nog doe. Ik wil eigenlijk gewoon slapen. Maar de conclusie van deze video is toch echt wel dat als ik een productieve dag wil hebben, dat het gewoon heel erg handig is om social media gewoon helemaal te verwijderen. Dat ik er gewoon helemaal niet op kan, zodat ik helemaal niet word afgeleid. Want al mijn taken heb ik zoveel sneller afgerond. En ik had ook veel minder een stressgevoel of zo. Ik weet niet waarom dat was, maar ik voelde me gewoon heel relaxed, alsof ik alle tijd van de wereld had. En dat was ook gewoon wel heel erg fijn. Maar ik ben wel echt heel erg moe, want ik heb het gevoel dat ik elke keer maar door bleef gaan en dat ik niet echt pauzes heb genomen, omdat ik niet echt wist wat ik moest doen in mijn pauze. Dus ik heb vandaag wel echt heel de dag door allemaal dingen gedaan. Dus nu ben ik wel echt super moe. Dus ik ga lekker dit maskertje eraf halen en dan ga ik slapen. Klaar om te slapen. Eindelijk. Nou jongens, zoals je kan zien heb ik op 17 november, dat is gewoon nog vandaag, maar het is nu natuurlijk al 12:30, dus daarom staat er gisteren 17 november, heb ik dus 0 minuten op social media gezeten. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En ja, dan was dit ook meteen het einde van deze video. Morgen vlieg ik dus naar Nederland toe, maar dat zullen jullie allemaal zien in mijn volgende video. Dus als je dat niet wil missen, vergeet dan natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal. En als je deze video nou leuk vond, vergeet dan ook niet een duimpje omhoog te doen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En zie ik je hopelijk weer bij mijn volgende video. Doeg!